Hallo beste kijkers, onze vlogvolgers. Dit is vlog nummer 74. Hartelijk welkom. We hebben een paar leuke dingen weer meegemaakt. We hebben wat klusjes gedaan, een filter vervangen. We hebben een processie gezien, want het is vlak voor Pasen. En dan hier in het katholieke Spanje wordt dat uitgebreid gevierd. We zijn nog met de jeep door de Rambla gegaan, die behoorlijk vol nog met water staat. Enfin, ik ga er verder niks over verklappen. Jullie moeten maar kijken. Ik zou zeggen, veel plezier bij vlog nummer 74. We zijn onderweg filter halen we bij Brico Lopez. We zijn nu bijna in Cuevas del Almanzora. En dan gaan we eerst even tanken en kijken wat de prijs is. Ja, daar moeten we even iets bij vertellen. Vanwege de hoge olieprijzen en alles wat daaraan gekoppeld is. Is de benzine hier natuurlijk ook duurder geworden, hoewel het nog steeds een stuk goedkoper is dan in Nederland. Maar de overheid in Spanje heeft besloten om een compensatie te geven. En het is een compensatie van 20 cent per liter. En we gaan dat straks eventjes aan de pomp bekijken of dat doorgevoerd wordt. Nou schijnt het zo te zijn dat wat je op de grote borden ziet, dat nog de gewone prijs is, maar dat wat je dus op de meter ziet, dat min 20 cent is. Dus dat gaan we zo meteen eventjes bekijken. Oké, hier staat 1,657. Nou, wat we ook nog niet hebben meegemaakt, is dat er twee auto's in de rij staan. Dus dat is al nieuw. En wat was nou de prijs van de diesel? Even kijken. Nee, we moeten benzine hebben. Dan weet ik dat we benzine moeten hebben. Ja, dat kan ik zo niet zien. 66,7 is de diesel. Oké, 66,7 is de diesel. En de benzine, dat zei ik net al. Maar nou, 1,66,7 is de diesel en 1,65,7 is de benzine. En hier staat op de pomp. Ik kan het nog niet zien. Nee, dat gaat Leo me straks even vertellen. Weet je het al? Hij tankt gewoon voor 1,65,7 hoor. Precies wat op het grote bord staat. Oké. Nou, dan hebben ze denk ik hier wel de prijs aangepast. Ja, zou kunnen. Ja. Het is dus 1,65,7. Maar hier passen ze het altijd best wel snel aan het bord, hè? Maar misschien langs de weg niet. Nou, we gaan nu naar de Suzuki dealer in Antas. Ja. Wat zei jij nou? Strafkamp. Ze zijn de bomen, zijn ze. Palmbomen zijn ze aan het, aan het afhakken. Die zijbladeren. Ja, dat zijn de onderste bladeren. En daardoor krijg je dus op den duur krijg je zo'n geschubde stam. En met een kruin. Daar bovenop, zoals je daar kunt zien en hier kunt zien. En je krijgt zo'n geschubde stam. Hier moeten ze eraf en daar ook. Dus dat gaan ze doen? Ja, en dat wordt gedroogd. En dat is een hele dikke, harde kern van zo'n blad. En dat hakken ze weer in stukken en dat wordt weer als haardhout verkocht.
Ja, en als er dan nog wat over is, dan wordt er havenmout van gemaakt. En dat gaat naar Nederland. Loco loco. Poco loco. Poco loco. Nou, onderweg weer. Nou, zouden jullie denken dat dit die stopwol is voor Leo zijn trui? Nee. Je zou denken dat het was, want het is best wel een goed spul. Zie je het? Ja, het is wat anders. Het is een waterfilter. Kijk, hier het in en dan gaat het door de gaatjes in die koker, loopt het door dit weefsel heen. En daarmee wordt het water gefilterd. Daarom kan je ook zien dat het hier binnenin heel bruin is. En op de duur wordt het natuurlijk helemaal bruin. Ja. En daar zit het filter. En ik heb het filter vervangen. Je ziet dat er nu een hele nieuwe in zit. Kan je de oude ernaast hangen, dat je het verschil kan zien hoe vies dat is? Zo, wat een verschil. En hoe heb je dat gedaan? Je hebt die leidingen dichtgezet, hè, allebei. Die twee dicht en dan draai je dit los. Nou, dan is het eigenlijk al... je draait het los en dan komt er een beetje water mee natuurlijk. Nou, en dan haal je de oude filter eruit. Nieuwe filter erin. Hier weer dicht draaien. Kraan weer open. Nou, helemaal toppie. Ja. Dus we gaan kijken of we nog een nieuw filter gewoon in reserve moeten halen. Ja, dat halen we gelijk bij de China shop. Dit filter, dat zat er van origine zat dat er niet. Maar met de aanleg van de zonneboiler hebben we dat laten installeren. Hier loopt de waterleiding. Hier heeft de installateur die heeft hier de waterleiding afgetapt. Gaat die zo naar het filter toe. En hier gaat de leiding naar het dak waar de zonneboiler op ligt. En daar wordt het water verwarmd. En dan gaat hij daar door dat koofje heen. En als alles warm geworden is, dan gaat het hier via dit koofje gaat het weer naar het systeem van het warm water binnen. En nu naar de China Shop. Ik wilde nog eventjes wat vertellen over de emoties van de Spanjaarden. Want als je in Nederland vraagt, hoe gaat het met je? Dan zegt iedereen meestal, oh, gaat goed hoor, gaat goed, gaat hartstikke goed. Nou, als je dat aan een Spanjaard vraagt, dan zeggen ze gewoon eerlijk wat er aan de hand is. Ja. Dus als ze zich niet lekker voelen, als er iemand is overleden, dan vertellen ze dat gewoon. Wildvreemden. Ja. Nou is dat dus in Andalusië zo waar wij wonen. Ik weet niet of dat in de grote stad ook zo is, ik denk het niet. Misschien kijken ze dan alleen maar raar aan als ze vragen. Als jij vraagt hoe het met ze is. Of ze zeggen dan net als in Nederland. Oh, goed hoor. Ja, kan ook. Hoe bien, zeggen ze dan. In Nederland? Nee, hier zo, in Spanje. Ja. En ja, wij vragen dan, ¿qué tal? Muy bien. Of we vragen, ¿cómo están? Want dan is het een iemand die ouder is dan jezelf. Of die iemand die je niet kent. Nou, iemand die ouder is dan jou. Hè, die mag je natuurlijk gewoon tutoyeren. Ik heb trouwens dat woord even opgezocht toen we bij dat kerkje waren. Ja. Weet je waar je het over had? Ja. En dat betekent voltooid, dus dat heb ik ook even. Ah, oké, dus ze hebben er best wel lang over gedaan om te bouwen, dat kerkje. Ja, mañana allemaal natuurlijk. Hè? Ja, allemaal tranquilo. Hè? Elke dag zeiden ze mañana, mañana, mañana. Ja. Ja. Nou, we gaan nu eventjes naar de Suzuki dealer voor reservesleutels van onze Jeep. Want we hebben maar één setje sleutels erbij gehad. Nou is het natuurlijk al een wat oudere auto. Dus die zullen wel ergens in de strijd gebleven zijn, die reservesleutels. Maar ja, we hebben geprobeerd om ze na te laten maken bij een sleutelboer. Maar die, nee. Dat was te moeilijk. Ja. Dus daarom gaan we naar de Suzuki dealer. En we laten de Suzuki papieren zien. En de sleutel, er staat een nummer op, dus hopelijk dat de Suzuki dealer via de importeur aan een reserve set voor ons kan komen. We zullen het even afwachten. Ja, ik hoop dat ze nog hebben. Ja, nou ja, even afwachten, ja. We zullen het zien. En anders, is het misschien in Nederland, is wel een adresje. Ja, ik weet in Nederland, dat is de sleuteldokter heet hij. En dat is een specialist in autosleutels. En we hebben natuurlijk altijd heel veel autobeurzen bezocht en evenementen georganiseerd.
En op de grotere beurzen stond altijd de sleuteldokter. En die man die had altijd, zoals in Engeland, net als meneer Kwel, zo'n hoed op. Maar dan in het donkerrood had hij dan, met zo'n kwastje eraan. En, meneer Kwel is dan volgens mij van Billy Turf, ja. En nou, meneer Kwel die was natuurlijk die kwaaie meester die altijd met die wandelstok Billy op zijn kont sloeg. En die had altijd zo'n gekke muts. Ja. Met zo'n wat vierkant is van boven met een kwastje eraan. Nou, die sleuteldokter die staat op die beurzen altijd met zo'n muts op. Maar dan in het donkerrood. En die is altijd gespecialiseerd in autosleutels. Maar Leo, wij zijn natuurlijk van de generatie 1950, 1960, zeg maar. Dan zijn er toch ook mensen die zijn van 1970, 1980, 1990. Ja, die weten niet wat Billy Turf is. Dat bedoel je? Ja. Ja, nou, Google eventjes, want Google weet alles. Ja, dus Billy Turf. Ja, en die heeft ook een zus. Ja? Ja? Vertel maar. Nou ja, dat is Bessie Turf. Maar wat leuk is, probeer zo'n stripboek te bemachtigen. Ja, is leuk hoor. Want dat is echt hartstikke leuk. Ja. En het is niet zo van, is ouderwets joh. Want zelfs de muziek uit de jaren 60, 50 en 60 is nog populair. Ja, dus, zeker. Sommige stripboeken blijven ook hartstikke leuk. Ja. We zijn bijna op onze bestemming. Dus we gaan eventjes beeld omdraaien. En dan gaan we straks weer verder. We zijn bij de Suzuki Toyota dealer. Maar ze hebben hier geen service voor reservesleutels. Dus deze mevrouw die schrijft eventjes voor ons het adres en het telefoonnummer op. Muchas gracias. Hasta luego. Zo, staat een alarm even te loeien. Nou, daar zit ook een nieuw Beetle, daar in witte. Ja. De nieuwste Beetle. En Lucky mag altijd heel braaf even wachten. Want dan krijgt ze wat lekkers. Leuk gezicht hoor. Nou, we zijn vergeten om naar de China Shop te gaan. Dus we gaan vanmiddag naar de China Shop. En we gaan gewoon lekker eventjes koffie op het terras drinken. Ja, het is ineens lekker weer hoor. Oh. Even die warme zonnestraaltjes voelen, hè? Nou, Leo is eventjes aan het proberen wat we hebben gehaald. Misschien is dat een soort hand-free set voor de telefoon. Kijk. Dus we gaan dat eventjes uitproberen. Ja, wil je jouw telefoon erin hangen of? Ja, die zit nog in mijn tas. Dus oh, nou dan doe ik dat eventjes met mijn telefoon. Oké, eventjes. Ik heb net de nieuwe vlog online gezet. Vlog 73. Eens even kijken mijn content. En dat is hoe lang geleden? Echt 2 minuten en er zijn al 4 mensen aan het kijken. Dus het is hartstikke leuk. Mijn standaardje werkt ook prima zoals jullie zien. Ik ga hem afsluiten, want ik ga lekker buiten zitten. Eventjes wat anders aantrekken. En ik ga even lekker buiten zitten. Nou, we zijn nu 8 minuten van huis. Het strand trouwens, dat is ook zo'n 8 minuten bij ons vandaan. Dat ligt aan de linkerkant hier achter de bergen en de rotsen. Maar we gaan eventjes naar Denise en Nigel. Even een stuk gordijn brengen. We hebben wat gordijn over van uit Haastrecht. Maar dit is zo onwijs mooi gezicht.
Over 1,5 kilometer. Neem de afslag rechts naar A350 direction San Juan de Los Terreros Pulpi. Vervolgens op de rotonde neem de tweede afslag. En dan denk je, waarom zet je je navigatie aan? Nou, Nigel en Denise zijn verhuisd. En als je verkeerd aankomt bij hun huis, dan kan je niet over het spoor heen. Dus vandaar dat we nu eventjes voor de eerste keer de juiste route even rijden. En daarna hebben we de navigatie niet meer nodig. Oh, die lucht. We krijgen nog wel een beetje regen, hoor. Prachtig, die palmen. Heel mooi. Hier, Bar El Botas. Is die open? Of niet? Oh, we zijn er bijna. Als we de eerste keer zo zoeken, zaten we echt helemaal verkeerd. Maar nu zijn we er bijna. Dan rijden we er zo tegenaan. Oh ja, dan moest je hem daar neerzetten en dan toeteren. En dan kwam die het hek open doen. Lucky weet het al, die wordt helemaal zenuwachtig. We zijn weer bij Denise en Nigel aangekomen. En Denise zag het helemaal niet meer zitten. Er is zo ontzettend veel te doen. In de tuin en overal in het huis. En dan moeten dingen weggebroken worden. Dan moeten dingen veranderd worden. Mooi uitzicht aan de zee daar. Dus we gaan nu even naar een winkel om een kast te bestellen. Zwembad. Mijn tas uit. Oh, in de achterbak. Ja, het hek? Ja, het hek is gelopen. Oh ja. Ja. La Muleria. Nou, het borst van de bus hier. Het zijn geen toeristen, hoor. Het zijn geen toeristen, nee. Het zijn allemaal landarbeiders weer. Nou, die mensen zijn nou niet blij hoor dat ze in die hitte moeten werken. Daar zijn ze in de verte allemaal bezig. Zo, dat is echt bizar, hè? De ene laatste oogst of zo voor de zomer. Verderop ook weer een hele groep. Eén bus vol. Ja, ze werken in ieder geval in dat het droog is. Niet in de stromende regen. Hebben ze nog niet zien werken in de stromende regen, hè? Nee, hè? Nee. Ja, beter. Maar ja, dan verdienen die mensen ook niks. Dus dan wel weer minder. Ja, ze staan allemaal op uurgeld, hè? Ja. Ja. Dus dit is echt een land van, als je wil werken, is er altijd werk. Maar dan moet je niet bang zijn voor vieze handen of zere rug en de brandende zon. Kijk, nog zo'n bus. Die heeft ook alweer mensen afgezet. Ja. We
Of hier schuin. Dan kan natuurlijk ook lekker door het water heen hobbelen. Kan dat daar? Ja. Leuk stukje. Nee. Ja. Nee, ja. Ja, want bij die muur daar kan je omhoog, zie je dat? Dan heb je dat weggetje. En bij dat weggetje waar je dan omhoog kan, dan gaan wij naar rechts. Nou, gassen. Ja, anders gaan we naar de kassen. Ja. Moet je raam niet dicht? Ben je straks zeiknat? Echt, er is veel water gevallen, hè? Nou, hè. Ja, dan gaan we rechtdoor. Gaat het, Lucky? Oh god, en die hond, die moet maar lekker gaan liggen. En nu? Gaan we het pad volgen. Ah ja, het pad weer volgen naar rechts, hè? Ja. Ja. Of komen we verkeerd uit? Dat is de. Hij staat hier aan. Ja, ik heb hem in zijn voorwiel gebruikt. Moet je raam een beetje dicht? Een beetje rechts aanhouden hoor. Beetje rechts, ja. Zo? Ja, rechts aanhouden. Hij is het een en ander weggeslagen. Volgens mij is daar dat rechtsboven dat weggetje wat we normaal moeten volgen. Dan gaan we hier naar rechts. Dat je links aanhoudt door het water. Ja, hier naar boven. Ja, dit is wel een avontuur, hè. Dit is wel echt wel heel erg leuk. Paadjes maken en volgen. Waarom we net nou niet door de rivier zijn gegaan, is omdat hier zo'n hele berg zand ligt, waar je dan niet verder door kan gaan. Even kijken hoor. Ja, we kunnen naar links. Kijk,
kunnen daar links en je hebt daar een pad omhoog lopen. Zie je? Of gaan we... Hoe kom ik bij dat pad dan? Oh, we kunnen ook hier rechtdoor. Ja. Ja. Ja, hij staat in zijn lage gering vierwiel aangedreven. Dus okay. Daarom grijpt hij erg brusk aan. Ja, zeker. Als hij dan start, dan val je achterover. Water, hè? Echt gaaf, hè, dit? Nou, hè. Ja, hier is een diep stukje. Oh ja, ja, we moeten rechts aanhouden. Ja, even zo. Ja. Oh ja. Ja, nou, dit redden we ook. Ja, denk je? Ja, tuurlijk. Gered. Het is trouwens, hadden we gezien in Palomares, vandaag 24 graden. 7 april 2022, 24 graden. Oké, ik ga hem uitzetten, want dit stukje dat is niet spannend genoeg. Nee, zeg maar, dan zet ik hem weer in zijn gewone. Dan moet ik voor stilstaan. Oké. Okay. Een hek hier, joh. Lekker hobbel. Dit is het strandweggetje tussen Villaricos en Palomares. Er zijn zelfs strandrestaurantjes weggeslagen door het slechte weer, eergisteren. Echt heel sneu. Nou, links is de Almanzora. Ja, hier komt een rivier, die komt hier de zee in. Ja. Mooi hoor. Prachtig, hè, dat uiteinde van die rivier. Ja. Schitterend. Ja, de rivier die voor ons huis stroomt, die komt hier de zee in. Ja, mooi hoor. En even een leuk plekje zoeken waar we de auto kunnen parkeren en even gewoon lekker kunnen lopen. Nou, wauw, is dit ook een onwijs mooie kleur, hè? Nou, hè. Fantastisch. Een soort, het is een soort boomkwekerij. Wat zijn ze dan aan het doen met die bomen? Ja, die hebben ze allemaal gesnoeid, hè? Het is allemaal afgehakt. Oh ja. Die stoppen ze allemaal in potten, joh. Een soort wortels zijn het dan. Oké, okay. Daar nog meer. Vermoeden dat die bomen en die wortels, die afgehakte bomen, dat olijven zijn. Hè? Nou, er staat daar een Nederlands verhuisbedrijf. Oh nee, Belgisch. Vlaams. Verhuizingen BE. Claude Legiers. Die hebben hier overnacht, joh. Dit is natuurlijk een gratis camperplaats. En dan kan je natuurlijk met je vrachtwagen, als je nou... Een stukje verder rijdt. Ja, dan... Ja. Hier kan je ook makkelijk parkeren, zomaar zo. Tuurlijk. Ja. Alleen de Spanjaarden, die gaan s'avonds naar het strand. Ja. Nou,
gaan daar in de verte zien we Palomares en Beira. Zo, hier dan, die weg. Het is ook hier een strandje tussen hier. We zijn inmiddels weer thuis. Dus ik zal even laten zien wat onze vangst is van het strand. Moet je nou kijken hoe een grote schelp dit is. Of een oester. Ja, joekel. Ook nog andere oesters, hele mooie kleine schelpjes. Nou, dit is een zeeegel. Dit is een soort steekbeestje. Die is natuurlijk dood. Ik heb ook een zeester gevonden. We hebben ook steen en koraal gevonden. Dit is mijn zonnebril. Hier zitten hele kleine schelpjes in, zie je? Deze ook. Er zitten ook hele kleine schelpjes in. Dit is een steen met mooie afdrukken. Kijk eens, deze kant is nog mooier. Dit is koraal. En dit vind ik wel heel bijzonder hoor. Hier. Even kijken, wat sierlijk. Hier nog eentje. Deze is om weg te geven. Dus als er iemand komt hier, wie het eerst maalt, die krijgt als ze daarom vragen. En dan is er nog deze mooie steen. Hier nog een heel mooi stuk met schelpjes erin. Bijzonder, hè? Ja. Echt super gaaf. Dat was het. Heel mooi. Ik kan me wel een vitrinekast aanschaffen. Nou, ik heb hier een hondje aan mijn schouder zitten. Die wil graag aangehaald worden. Dit was vlog 74. Dit is het einde. Als je het leuk vond, duimpje omhoog. Misschien liken. Abonneren. Kan allemaal. Hier zit iedereen om aandacht te vragen. Hartelijk bedankt voor het kijken naar vlog 74 en tot de volgende vlog.